In deze video ga ik uitleggen hoe je afbeeldingen plaatst in Affinity Publisher. Ik heb hier een blad met wat tekst en daar ga ik wat foto's bij zetten. De makkelijkste manier om dat te doen is met behulp van deze twee gereedschappen. De Picture Frame, we hebben de Rectangle, dus een vierkant of rechthoek, en een ronde. Ze staan dus links in je gereedschappenpaneel te herkennen aan het kruisje erin. Niet te verwarren met die blauwe, dat zijn dus vormen, dus je moet echt die met het kruisje hebben. En als je er één aanklikt, dus ik heb nu de rechthoeken aangeklikt, kan je gewoon met je muis klikken en slepen. Nou ja, naar het formaat wat je wil. Dus als voorbeeld doe ik even zo. Nou, op die hoekjes kan je hem gewoon groter en kleiner maken. Net zoals bij vormen en de tekstvakken. Dus deze staat. Nou, je ziet het kruis. En nou ja, dat is handig als je een document gaat opmaken. Je hoeft niet gelijk die afbeeldingen erin te zetten. Je kan gewoon dit neerzetten en dan weet je van oké, nou, daar is een kruis. Daar ga ik een foto plaatsen later. Dus die staat. En nu ga ik er een foto in zetten. En dat kan je doen door hier links in je gereedschappenpaneel heb je deze. De Place Image Tool. En als je daarop klikt, dan ga je automatisch naar je mappen. In je computer en dan kan je navigeren naar de map waar je naartoe wil, waar de afbeelding die je wil plaatsen in staat. Voor dit voorbeeld ga ik gewoon een van deze afbeeldingen gebruiken. Dus ik dubbelklik hierop en het is een grote afbeelding, dus hij heeft even nodig, maar hij heeft hem nu geplaatst. Maar dan zijn we er nog niet, want je hebt nog wat opties. Allereerst kan het zo zijn dat de afbeelding niet helemaal goed in het kader geplaatst wordt. Als dat het geval is, kan je hier op Properties klikken. En dan heb je een aantal opties. En ja, door ze gewoon aan te klikken, dan kan je zien ja, wat je wil. Meestal is dit de bovenste is de goede optie. Stretch to Fit zou ik vermijden, want dan rekt hij de foto uit. Op een manier, zeg maar niet in proportie. Dus dingen kunnen dan vervormen. Maar meestal met deze twee bovenste opties. En ja, bijna altijd deze, dan zit je wel goed. En als je er dan op dan klikt, dan is hij klaar. Hieronder heb je een soort schuifje. Daarmee kan je de foto in het kader groter en kleiner maken. Dus ik zet hem heel even zo. Het kader is gewoon nog steeds even groot als hoe ik hem net gemaakt had, maar de afbeelding in het kader is dus kleiner geworden. Ook kan je hem verslepen. Dus als je met je pijltje hier op dat ronde ding in het midden gaat staan en klikt en sleept, kan je hem verplaatsen. Je ziet dat hij dus deels onzichtbaar wordt. En als ik hem loslaat, nou, dan is hij helemaal onzichtbaar geworden. Aan het stuk dat hij buiten het kader valt. Dus de afbeelding zit in dat kader. Dat kader blijft hier gewoon staan. Maar omdat hij een stuk erbuiten valt, zie je hem niet meer. Sleep je hem naar terug, dan wordt hij weer helemaal zichtbaar. Dus die afbeelding gaat niet weg. Het wordt niet bijgesneden of zo. Maar ja, dit kan je gebruiken om een afbeelding eigenlijk bij te snijden als je dat zou willen. Zonder het helemaal in foto te doen. Verder kan je hem nog roteren. Maar ik laat hem lekker zoals hij stond. En ik wil hem wel vullen, dus ik ga weer naar Properties en ik doe deze. En dan is hij helemaal uitgevuld. Ook kan je er nog voor kiezen om de afbeelding te vervangen als je een andere wil. Je kan ook even de zwarte pijl pakken en er dubbel op klikken. Dan zie je ook in je lage paneel dat hij die afbeelding pakt. Net had hij gewoon deze. Dit is echt het hele kader. Dus als ik deze versleep, dan versleep ik echt ja, het hele kader met de foto daarin. Als ik dubbel klik of hier op dit driehoekje, klap je hem open en hier pak je nu eigenlijk de foto in het kader. En die kan je dan ook verwijderen. Of de naam aanpassen. Wat je ook wil. Dus ik heb hem nu verwijderd door op delete te drukken, maar het kader blijft staan. Nou, dat is één ding. Stel nou dat ik een kader heb en ik maak er nog een ronde bij.
Als je trouwens shift ingedrukt houdt, blijft hij perfect rond of vierkant of wat dan ook. Ik klik dan weer op de Place Image tool en ik selecteer dit keer twee foto's en ik druk op openen. Het hoeven er niet per se twee te zijn, het kunnen er ook meer zijn. Het zijn grote foto's, dus het duurt even. En dan zie je dat hier links krijg je een tabje Place Images en je ziet er hier twee. De bovenste is geselecteerd en als ik dan met mijn pijltje op een van de kaders ga staan, dan zie je alvast een voorbeeld van oké, je gaat hem daarin plaatsen. Nou, ik vind hem hier wel leuk in staan en als ik hem nu klik, dan zet hij hem erin. Maar doe ik nog even niet, want stel nou dat je eerst deze foto ergens in wil plaatsen, kan je die aanklikken en ervoor kiezen om die ergens in te zetten. Stel ik wil die daarin, dan klik ik en dan gaat hij automatisch, pakt hij de volgende en dan kan je het andere kader aanklikken. Dus zo kan je heel snel meerdere foto's achter elkaar plaatsen. Als ik de afbeelding naar de tekst sleep, dan zie je dat hij er overheen gaat. Want hij ligt helemaal bovenop. Dit is die ronde foto, die ligt bovenop, want de tekst ligt eronder. En dat zie je dus hier ook gebeuren. Nou kan je ervoor kiezen om de tekst, zeg maar, dat de foto de tekst wegduwt. En dat kan je hier bovenin doen. Als je hierop klikt. Hij staat nu op non, dus er gebeurt niks. Maar stel nou dat ik deze aanklik. Je ziet die streepjes, dat moet de tekst voorstellen. En het rondje is in dit geval deze. Dus als ik hier op tijd klik, dan zie je de tekst al een beetje verspringen. Die loopt er nu omheen. En dan kan je hier, ik zet even een kettingje aan dat hij ze allemaal even groot aanpast. Hier kan je dus de ruimte die je tussen de afbeelding en de tekst wil hebben, kan je instellen. Als ik nu de afbeelding versleep, dan zie je dat hij de tekst als het ware wegduwt of eromheen wegduwt. Nou, er zijn heel veel opties. Nu gaat het eromheen. Je kan ook deze klikken. Dat hij de grootste kant leeg laat. Of nou ja, de kleinste kant eigenlijk. Ja, de grootste kant, daar komt de tekst. En de kleinste kant duwt hij weg. Je hebt ook deze. Dan wil hij echt, zeg maar, de tekst er alleen maar boven en onder hebben. Dus niet meer ernaast. Vierkant. Ja, rond. Inside staat er, maar dat zie ik niet echt gebeuren. Edge. Nou ja, een heleboel opties om mee te spelen. Maar het kan een leuk effect geven om zo de tekst eromheen te laten lopen. Als je daarmee klaar bent, kan je op kruisje of close klikken. En als ik hierboven even op het voorbeeldje of preview mode klik, nou, dan zie je al dat het best wel een leuk effect is. Je ziet het ook vaak in tijdschriften. Maar er zijn nog meer opties die je hebt. Stel, ik wil deze afbeelding koppelen aan de tekst. Dan kan je zeggen float with text. En dan koppelt hij hem met het tekstvak. Als ik nou het tekstvak aanklik en die verplaats, dan neemt hij die afbeelding mee. Die zijn nu aan elkaar gekoppeld. Als ik de afbeelding aanklik en ik wil hem weer loskoppelen, dan doe je dat gewoon door hierop te klikken. En het is weer ongedaan. Je hebt ook nog inline in tekst. Oh, Ctrl-Z. Moet ik even de afbeelding aanklikken. En als ik inline in tekst doe, dan gooit hij hem eigenlijk in het tekstvak. Als je dat uitzet, dan moet je wel de afbeelding weer terugslepen. Dus dat zijn wat opties om te doen. Als ik hem groter maak, dan zie je dat hij het kader alleen groter maakt. De afbeelding blijft gewoon wat zoals die is. Dus hier is nu een wit ruimte, vind ik niet mooi. Dus dan kan je hem of verplaatsen en naar wens aanpassen. Of je drukt op Properties en Scale to Maximum Fit. En dat is het eigenlijk wat betreft afbeeldingen in Affinity Publisher. Ga er lekker mee oefenen.
Heb je nog vragen, suggesties, tips, wat dan ook, laat het weten in de comments. Bedankt voor het kijken!